Oké, hier het perfecte voorbeeld. Pushen. Oh, een strand binnen. Een binnenstrand. In Japan. Hey kijkers van mijn kanaal. Welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaan we eerst een challenge doen. Ik heb heel vaak geprobeerd om gewoon normaal op mijn stoel te springen. Maar dat is vaak mislukt. Zowat elke keer. Vandaag een nieuwe challenge. We gaan hiervan afspringen. En dan op de stoel terechtkomen. Oké, hoe ga ik dit doen? 3, 2, 1. Oh, shit! Damn! Oké, hij is nog heel. In ieder geval, welkom dus weer hier zo bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan wij kijken, zoals je het al aan de titel zag, naar dingen waarvan je niet wist dat ze bestonden. En ik wist het inderdaad ook niet. Het zijn echt enorm rare dingen. Ik heb plaatjes opgezocht en daarbij dacht ik echt van, what the fuck? Wat heb je hier aan? En waarom bestaat dit? Maar er waren ook gewoon plaatjes waarbij ik dacht van, huh? Maar wacht, wat is hier dan het aparte aan? Dus, ik ga het jullie allemaal laten zien. Doe natuurlijk alvast een blauw duimpje omhoog op deze nieuwe video. Als wij de 15.000 likes kunnen halen, dan zou dat super vet zijn. En ik ga jullie het eerste plaatje laten zien. Zoals je dus kan zien, is dit een baby. Maar dit is niet zomaar een baby, want dit baby die heeft een of ander gek dwelpak aan. En dit is eigenlijk echt super handig bedacht. Want deze baby, als die dan dus irritant aan het doen is op de grond of weet ik veel, dat hij lekker door je hele huis loopt te kruipen, dan dwelt hij tegelijkertijd je huis. Dus dat is eigenlijk gewoon super handig. Je bent serieus als baby, ben je gewoon zo aan het kruipen en dan dwel je tegelijkertijd je vloer. Waar de fuck ben ik mee bezig? Het volgende plaatje is weer een ventje. En zo te zien. Oh, dit is ook best handig. Je hebt dus nu een tandborstel en een tandpasta tube tegelijkertijd in één. Wacht, dus er komt tandpasta door je tandenborstel heen of zo. Wow, maar als je dan keihard erin knijpt of zo, dan zit je hele bek vol met tandpasta. Oké, het lijkt me op zich best handig inderdaad om te gebruiken. Tenzij je dan keihard knijpt, want dan loopt alles echt letterlijk gewoon je hele mond in en je neus doorheen en dan komt het bij je oren eruit. Wat? Oké. Wow, yo. Dit is echt gewoon een droom. Dit is echt een droom. Een pool balcony. Oftewel, een zwembadbalkon. Dit ziet er echt gewoon prachtig uit. Ik zweer het. Dit zou ik gewoon later in mijn huis echt willen kopen. Alleen waarschijnlijk is het echt stervensduur. Maar dit ziet er wel echt super vet uit. Dan ga je dus gewoon naar beneden zwemmen. En dan kun je gewoon door het glas heen kijken met een prachtig uitzicht. En damn. Trouwens, als jullie nog hele stomme, of nou misschien is het wel niet stom. Als jullie nog hele rare uitvindingen hebben. Of ooit gedaan hebben. Laat ze achter, want ik ben best wel benieuwd naar wat jullie allemaal in je hoofd hebben. Want ja, wat is mijn uitvinding? Ja, nee, echt. Ik weet echt gewoon eventjes niks. Ik weet gewoon niks wat echt handig is op dit moment voor mij. Ja, een robot. Robotten zijn altijd handig, maar verder weet ik het niet. What the fuck? Wow, dit is levensgevaarlijk lijkt mij. Wow, dit is dus gewoon naar boven klimmen. Helemaal naar boven klimmen. En dan gewoon kan je je daar vanaf laten vallen in het zwembad. Wow, maar dat is toch best gevaarlijk. Want dadelijk val je gewoon tegen de zijkant aan. Of je springt verkeerd of wat dan ook. Het ziet er wel echt super vet uit. En ik vraag me alsnog af waar je dit dan kan kopen. Ik zou echt dit soort dingen gewoon soms willen hebben in mijn huis. Maar dit ziet er ook weer zo apart uit. Dit zijn echt gewoon dingen waarvan ik inderdaad ook niet wist van dat ze bestonden. Oké, neem eventjes een kijkje naar dit plaatje. Dit is dus weer iets met een dwel en een controller. Maar wat is het? Ik geef je 2 seconden denktijd. Ja, oké, dus dit is een remote controller en daarmee kan je dus de dwel besturen over je grond. Hoe lui kan je zijn? Even serieus, dan ga je dus op de bank zitten, pak je de controller en dan ga je gewoon zo je huis zitten dweilen. Van, oh, daar is nog een plekje. Eventjes dweilen. Zie je het al voor je? Nee. Dat kan niet. Maar het bestaat dus wel. Het bestaat ook. Maar dit is waarschijnlijk echt voor de meest luie mensen ter wereld. Want als je dit doet, als je serieus zoiets in huis hebt. Misschien hebben sommige van jullie dit wel in huis. Sorry, maar dan ben je echt heel lui. Dan ben je echt, echt lui. Dit is ook weer zoiets handigs. Dit is een zelfschoonmakende haarborstel. Dus dit is gewoon, dan heb je allerlei van die haren, weet je wel, op je tanden, of haarborstel, niet tandenborstel. Er zitten allemaal van die haren op je borstel dan. En dan ga je er doorheen en dan probeer je het er allemaal weer uit te trekken. Maar dat is gewoon echt enorm veel werk. Bijvoorbeeld als je zus of je moeder dat net heeft gedaan. Het is dat ik amper een borstel gebruik. Maar daar zitten er enorm veel van die haren in. Typisch voorbeeld, allerlei lekkere haren die erin zitten. En nog een borstel, ook allerlei haren die hierin zitten. Nou, deze valt nog best mee dan. Maar met deze borstel, daar kan je dus gewoon gelijk, hoppakee, je haalt dat lapje eraf. En alle haren zijn er gelijk weer
vanaf. Oké, dus ik weet niet of dit echt bestaat. Dat ga ik pas straks ontdekken. Maar dit is een indoor beach in Japan. Oftewel, een strand binnen. Een binnenstrand. In Japan, een binnenstrand. Dus niet een binnenzwembad, maar serieus gewoon een binnenstrand, hè? Niet een binnenzwembad. Nee, ja, je hoort het goed. Maar wat heb je dan aan een strand? Ik bedoel, dat is toch gewoon lekker om te gaan zonnen en dat is niet om binnen te hebben? Oké, bij dit plaatje geef ik jullie weer eventjes 2 seconden denktijd om te bedenken wat dit is. Dus ga je gang. Ja, dit is dus inderdaad een toilet. Misschien had je het al gezien. Waarbij je verschillende laagjes hebt. Dus bijvoorbeeld als jouw broer of je zus op de bril gepist heeft. Meestal je broer. Of je vader. Kan ook, ja. Als die op de bril gepist heeft, dan kan je dus gewoon zijn laagje wegdoen. En dan heb je je eigen toiletlaagje. Dus dat zijn gewoon verschillende laagjes van een toilet. Ja, in plaats van 1 bril dus. Dus dan heb je 4 brillen. Of 5 brillen. Ook weer echt zoiets heel kleins. Maar waarschijnlijk is de man die dit ontdekt heeft er super rijk mee geworden. Dus misschien als thuis jouw bril altijd onder zit met enorm veel plas of geen idee wat anders. Ja, poep, maar koop dan zo'n ding, want dan is het snel opgelost. Wow, deze is heel handig. Deze is echt heel handig. Je hebt vast wel eens een keer een selfie willen maken met je huisdier. Maar je huisdier is altijd zo ontiegelijk eigenwijs om gewoon lekker de andere kant op te kijken. En dan precies op het moment dat je die foto hebt gemaakt, dan kijkt hij ineens. En dan, als je hem weer wilt gaan maken, draait hij zijn hoofd weer weg. Sorry, ik heb echt wat met huisdieren. Maar dit is dus inderdaad een bal die op je telefoon zit. En dan blijft je hond dus gewoon zo naar je telefoon kijken, omdat dat zijn aandacht trekt. Oké, hier het perfecte voorbeeld. Poesje. Poesje, kijk. Kom, we gaan een selfie maken. Poesje. Poesje, kijk. Poesje. Poesje. Poesje, kijk nou. Poesje. Poesje. Hier zo. Dit is echt precies het perfecte voorbeeld. Hij weigert gewoon om te kijken naar de camera. En nu? Hé, lulletje. Dik onderbroek. Kutje. Stomme huisdieren. En dan komen we alweer aan bij het laatste. En dit is echt iets wat ik heel graag zou willen hebben. Dit zou ik echt heel graag willen hebben. Dit lijkt me... Wow, sorry. Dit is een box of een soort van glazen kubus. En die geeft dus het weer aan wat je morgen kan verwachten. Dus als het morgen gaat regenen, dan gaat dat ding, laat dat water vallen. Als het morgen bewolkt wordt, dan laat hij dus wolken zien. Oftewel, dat ding laat dus precies het weer zien wat het morgen gaat worden. En dan gewoon in een kleine kubus. Ja, en dat was alweer de video. Hopelijk vond je deze video leuk en heb je hele rare dingen gezien. Zoals dus inderdaad, ja, die plaatjes van net. Ik wist gewoon echt niet dat dit soort dingen bestonden. Als jij het ook niet wist, laat het achter. En als je al wel van dingen af wist, laat het dan ook achter. Dus bijvoorbeeld dat jij al wist dat zo'n hondending bestaat. Had gekund. Laat het dan zeker achter in de comments. Doe er even zo'n blauw duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had. En dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze video. En zeg ik, later. Doei. Damn, moet je even zien hoe mooi de lucht is. Neem er een screenshot van en zet hem op je achtergrond.